Ik ben Jeanette Haring van DogNL en ik wil jullie vandaag even iets vertellen over klikkertraining. Klikkertraining is een hele goede manier om je hond te belonen en zeker als hij op afstand iets goed moet doen. Klikkertraining doe je met een klikker, zoiets of zoiets. Nou, hier heb ik er nog eentje in de verpakking. En wat betekent dat nou? Zodra de hond een klik hoort, krijgt hij van mij een beloning. Dus dat betekent dat ik precies op het goede moment moet klikken. En wat is nou het goede moment? Het moment waarop jij vindt dat hij precies doet wat jij wil. Namelijk bijvoorbeeld met zijn kont de grond raken. Bij ons heet dat zit. Dus zodra de hond gaat zitten op de grond en zijn kont raakt de grond aan, klik, voortje. Waarom is het nou zo'n handige manier? Omdat, wat ik al zei, je ook op afstand kan klikken. Zeker in jachttraining is dat super handig. Want als je hond vooruit wil sturen en je gaat daarna vragen of hij op dat moment wil gaan zitten, dan moet hij zich omdraaien en zitten. Dan ga je dirigeren naar rechts of naar links. En op afstand kan je dus al vertellen tegen je hond, super gedaan. Als jij op mijn fluitsignaal direct omdraait en gaat zitten, klik! En dan ga je heel snel rennen om het voertje te brengen. Want natuurlijk hoeft een hond dan niet te komen. Dat is een andere oefening. Klikkertraining kan je op twee verschillende manieren doen. Wat heel veel gebruikt wordt, is eigenlijk om de klikker te gebruiken als timing. Dus je bent aan het wandelen met je hond en hij doet het fantastisch. En op het moment dat hij het goed doet, dan zeg jij klik en dan krijgt hij een beloning. Dus eigenlijk wat je dan doet, is alleen maar het moment timen. Vind ik op zich al helemaal prima. Het betekent dat je heel positief bent naar je hond toe. Dus je zit te wachten tot het gedrag precies is wat jij wil. Het gewenst gedrag, het goede gedrag noemen ze het ook wel eens. En op dat moment vertel je tegen je hond met een neutrale prikkel, met een neutrale klikker, dat hij perfect heeft gedaan. Overigens neutraal, omdat deze nooit moe is. Nooit we zeggen dat snel naar zijn werk moet, nooit boos is omdat hij te lang duurt voordat hij komt. Deze blijft neutraal, dus voor de hond erg prettig. Dus hij wordt heel veel gebruikt als timer, zeg maar, in plaats van het woordje goed zo. Op zich namelijk beter dan het woordje goed zo. Niet omdat goed zo niet goed is. Natuurlijk mag een hond braaf zijn en goed en knappe man en good girl. Maar de klikker gebruik je in de training. Dus dit dingetje, het klikken, gebruik je in de stapjes op weg naar het uiteindelijke commando. Naar de uiteindelijke uitvoering van het totale gedrag. Elk stapje kan je klikkeren. Elk stapje kan je vertellen, super gedaan, op weg naar. Kent die hond eenmaal het commando? Commando zit, commando af, commando hier. Dan heb je de klikker in feite niet meer nodig. Want dit was een trainingsmethode. En op het moment dat je het getraind hebt, heb je het dus niet meer nodig. De tweede manier waarop je kan klikkeren is vrij klikkeren. Ik vind allebei de methodes goed. Zowel als timer gebruik, zeg maar, dat je het moment timt, als het vrijklikkeren. Het vrijklikkeren is eigenlijk, het duurt langer, je hebt er veel meer geduld voor nodig, maar je hond zoekt zelf uit wanneer hij nou die klik krijgt. Ik ga het straks voordoen met een matje, kent mijn hond niet. Ze kan wel op andere dingen zitten, dat heb ik al geleerd, dus misschien dat ze er meteen op gaat zitten. Geen idee, maar ik heb een nieuw matje en ik ga al dat gedrag wat zij laat zien richting dat matje, ga ik klikken. Elke keer een stapje richting het uiteindelijke gedrag, namelijk ik wil dat ze erop gaat zitten. Dus in het begin zal dat snuffelen zijn of een keer er omheen lopen. Op een gegeven moment raakt het misschien wel een keertje aan, geen idee. Op een gegeven moment gaat ze waarschijnlijk verder op dat matje staan en gaat ze misschien zelf zitten. Wat nou zo aardig is aan vrij klikkeren, is dat die hond zelf bedenkt wat hij moet doen. Oftewel, je vangt het gedrag, al die kleine stapjes in de richting van je totale plaatje, het eindresultaat, de foto die je gemaakt hebt. Zo moet het er straks uitzien. En alles in de richting van dat eindresultaat, dat klik je. Dus een hond die dicht bij mijn matje komt,
En ik ben in stapjes daar al heen gegaan en ik ga klikkeren. Ga ik natuurlijk niet klikkeren als hij op 3 meter afstand staat. Want dat is verder weg van mijn totaal resultaat. Dus ik ga elke keer een beetje richting het totaalresultaat. Als een hond doorkrijgt wat klikkeren betekent en dat hij zelf in charge is, dat hij zelf mag bepalen, zeg maar zelf kan uitzoeken wat je nou bedoelt, dan wordt het ook van hem of van haar. Ze heeft het zelf bedacht. En in de hele training kan ze het alleen maar goed doen. Elke stap in de richting van kan je namelijk klikkeren en belonen. Dus er is nooit een foei of een nee of een het is niet goed. Als het helemaal niet goed gaat, zo'n hele training, sessie, je had bedacht stapjes, dan breek je hem af. Dan denk je, weet je wat, hier krijg je een brokje omdat je zo braaf was. We stoppen ermee en ik ga eens opnieuw bedenken welke stapjes ik moet aanbieden aan jou. Omdat blijkbaar mijn stappen te groot zijn of de eindoefening, die wil ik al te snel zeg maar als eindresultaat hebben. Dus vrij klikkeren kost meer tijd, meer geduld. Als de hond snapt waar het over gaat, vinden ze het verslavend. Ze vinden het geweldig. In de jachttraining, waar ik deze video ook voor maak, zal je zien, overigens in de gewone training ook, zal je zien dat je een aantal keren je hond lokt met een voertje in de richting van. En op het moment dat ze het goed doet, klik je voor het eindresultaat en krijgt ze het brokje. En in de jachttraining ga ik straks bijvoorbeeld ook het placeboard laten zien. Dat ga ik aanleren met vrijklikkeren. En als voorbeeld heb ik straks zeg maar het matje. Dus die twee vormen, die lopen in de meeste trainingen lopen die door elkaar heen. En dat vind ik niet erg. In beide gevallen is het natuurlijk gewoon positief belonen. Gewenst gedrag belonen. En je bekijkt zeg maar wat je nodig hebt of hoeveel tijd je erin wil investeren. Als je wil dat iets echt goed geïntegreerd is in de hond, dan is het handig dat zij het uitzoekt, niet ik. Dus dat je vrij gaat klikken. Heel veel succes. Ga het nu even voordoen.